is voor jullie Robert Groteboers van de Pierenwaaien. Ik vind het allemaal goed, jongen. Dames en heren, vanavond hier aan tafel, CV de Pierenwaaiers, meneer Groteboers. Hoe maakt u het? Ik maak het zeer goed, meneer Bogers. En met de Pierenwaaiers, hoe gaat het daarmee, deze carnaval? Ja, daar ligt stil, hè. Dat is niks. Maar dat is, echt de hele vereniging doet echt niks? Nee, we hebben veel contact met elkaar via de app. En voor de rest is het niks. Je kan echt niks, hè? Je kan niet liedjes peulen? Je kan echt geen sodemieter. Ik zou het geren willen, maar ja, dat kan gewoon niet. Maar dat is wel jammer, want jullie hebben een hele mooie wagen staan hier. En die staat nu al een jaar, 2 jaar in de minus al. Ja, die staat ruim 2 jaar staat die nou stil, ja. En dat is eigenlijk wel jammer. Hoe is het met de wagen? Is er nog niet veel gescheurd? Is hij niet veel kapot? Hij is er nog en daar is alles mee gezegd, denk ik. Ik weet het niet. Ik ben er al lang niet meer binnen geweest. De laatste keer dat ik er binnen was, ja, toen was hij al flink op sommige plekken aan het scheuren. Maar volgend jaar in de optocht met deze wagen of een nieuwe creatie? Of... Ik durf het u niet te vertellen. De doelstelling is volgens mij nog steeds dat we met deze wagen rijden. Alleen dat we wel sommige delen af gaan breken. Waar we niet helemaal tevreden over zijn of die we gewoon niet naar ons zin af hadden. En dat we dan wel een groot deel bij gaan bouwen. Oké, en nog groter, want jullie bouwen groot, hè? Hoe groot was de wagen die jullie afgelopen jaar hadden gemaakt? Nou, hij was sowieso 9 meter hoog. Dat mag in principe. Ja, dat mag. En hij was, ik denk dat hij in totaal 27 meter lang was. Denk 27 ik. Meter lang? Maar jullie hebben wel eens langer gebouwd, hè? Okay. We hebben 1 jaar langer gebouwd, volgens mij, ja. En, maar meestal zitten we wel rond deze koers, hoor. En toen je langer ging bouwen, 30 meter, daar zaten jullie wel aan toen? Daar hebben we wel 1 of 2 jaar gehad, denk ik, ja. En dat was die wagen met de walvis en die dingen erop, toch? Nee, dat was een kleinere wagen. Oké, met de zwaan erop en de walvis. Dat was een iets kleinere wagen. Dat was een nummer 1 wagen, toch? Ja. Ja, ja, en hoe ja. vaak hebben jullie als Pierenwaaiers nummer 1 gestaan in de Kainongse optocht? De laatste jaren met de wagens zijn we 4 jaar op rij nou. Dus vanaf 2016 mogen we eerste worden. Je moet er kijken, jongen, dat kan ook niet missen, hè? Ja. Maar ja, jullie hebben ook wel een bouwer dat je denkt van, jongen, die zit dag en nacht in de minuut. We hebben er een die is gek als een fiets, maar daar zijn we wel heel erg blij mee. En ik zeg wel, ik kom wel eens in de Minotaur kijken, maar hij is wel heel gek. Maar daar zijn bij jullie vereniging, moet ik zeggen. Er zijn heel veel mensen die ook wel heel actief zijn. Ja. We hebben eigenlijk een vaste bouwploeg van een manneken of 6. En we hebben regelmatig plakdagen op een zondag, lekker pilsje erbij, de vetpan aan. En dan staat er toch wel een manneken of 20, 25. Dat is wel leuk, hè, jongen. Dus dat is gewoon supergezellig. En ik kan dan zeggen van de Piers waar ik wil, maar dat is toch mee van de oudste vereniging en grootste vereniging van Oost-Groningen. Want met hoeveel mannen jullie met band en alles erbij? Volgens mij zitten we rond de 40 man. 40 mannen, dan zijn er 20 bouwers, 20 kapelletjes of hoe moet ik dat zien? We zijn met de band, de band is dan onderdeel van de vereniging. Volgens mij zijn we met de band met een man of 20. En de rest is aanhang, gewoon de verenigingsleden. En de band zit altijd op de wagen ook, hè? Nee. Proberen jullie dat niet? Nee. Zijn er altijd wel bij met de opdracht? Hebben we 2 jaar gedaan. Maar in principe lopen gewoon heel de carnaval de wagen lopen met heel de vereniging. En dan de mensen van de vereniging zelf, die zitten op de wagen. Okay. En dat kan beneden zijn, dat kan op een paar meter hoogte zijn. Dat is iedere keer verschillend. Net maar de Pierenwaaier, dat is al een begrip in Oostro natuurlijk. Hoe oud, hoe lang zijn de Pierenwaaiers al in Kainen? Dit is het 64ste jaar. 64 jaar, nog 2 jaar en hebben jullie alleen weer. Dan gaat het een groot feest worden. Ja. Dan wordt het hoog tijd dat wij de bouwersquiz bij jou voor gaan leggen. Want met zo'n generatie achterhoed, dan kan dat eigenlijk niet missen dat, dat jij die vragen wel goed kan hebben. En natuurlijk, wij gaan dadelijk jouw vragen stellen voor de Babbelsquiz Babbels bokaal. Ik heb hem al gezien, ja. Spotverdorie, mooi spulletje. En wij gaan dan alle bouwers gaan wij vragen stellen. Natuurlijk niet allemaal dezelfde dan iedereen, want dat kan natuurlijk niet. Want dan zou je die thuis al op kunnen zoeken. En ik denk dat we eens gaan beginnen met vraag 1. En even doe het best, jongen. Is dat is gewoon deze lijst? Laat eens kijken, wacht even, jongen. Ja, ik begin op vraag 12. Oh, nou, dan moet ik een ander boekje erbij pakken. Maar dan pak ik hem erbij. Ja, ik wil best die 2 doorstrepen dat ik op vraag 1 begin. Maar... Nee, we gaan maar op 12 beginnen. Dat is mooi. Door welke straat komt de Kainong zijn optocht sinds 2016 niet? Is dat antwoord B, er ligt bij jou een pen trouwens, er ligt een pen bij jou, en dan kan ik het aankruisen. Is dat antwoord B, de Kaiweg? Jan, ik moet u onderbreken, jongen. Ik heb nou vraag 1 voor mijn neus. Oh, nou, dan gaan we naar een andere bladzijde. Dat dacht ik eigenlijk al, want dan heb ik toch mijn neuswerk goed gedaan. Wij gaan naar vraag 1, dames en heren. Ik mag hem aanstrepen gewoon, hè? Nee, doe maar niet. Ja, vraag 1, doe maar vraag 1, want die is te makkelijk eigenlijk voor jou weer. We gaan naar vraag 1, dames en heren. Mijn excuses, het lag allemaal verkeerd. Je ziet niks, joh, met je cafet hierover, joh. Hoeveel jaar bestaan CV de Pierenwaaiers in 2021? Ja, B, 64 jaar. Is dat antwoord A, 61?
Oh, ik moet eruit laten praten. Is dat antwoord B in 1964? Is dat antwoord D? 63, nou wordt het uitzoeken voor jou, hè? En antwoord C, 65. Wij gaan door naar vraag 2. Uit welk jaar is de onderstaande wagen van CV van Vulbier worden zat? Kijk, kan het zien op jouw papiertje. Ik hoop ook dat de mensen thuis het kunnen zien. Antwoord A, 2018. Antwoord D, 2019. Antwoord C, 2017. En antwoord 2B, 2016. Wij gaan door naar vraag 3. In welk jaar vierde BC de Mallemeulen hun 11-jarig bestaan? Was dat A in 2012, B in 2011, C in 2010 of D in 2009? Kun je eens langzaam gaan? Wij gaan naar vraag 4. BC, waar komen ze nou mee aan? Doen al heel veel jaren mee aan de Keienongse optocht. Hoeveel keer deden jullie mee aan de optocht? Is dat antwoord D? 3. Is dat antwoord A? 4. Is dat antwoord B? 5 keer. Of antwoord C? 6 keer. Wij gaan naar vraag 5. Wat was de thuishaven van CV de Blauwe Boertjes uit Den Oost? Oftewel Oost-Zijnd. Was dat A, Café de Bond, C, Café de Baan, D, Café de Herberg of C, Café de Hamsenbok? B. In ieder geval eer van niet weer. Wij gaan door naar vraag 6. Dit zijn de quizmasters, hier hou ik van, hè. Hoe heet de vereniging die de onderstaande wagen heeft gebouwd? Robert, ga je daar een foto erbij? Ik hoop voor de mensen thuis ook dat ze hem kunnen zien. En dan ben ik mijn papiertje kwijt. Even wachten, want daar vallen we naar de grond. Heb jij een bril ook, of niet? Of een loop? Antwoord A. CV Nima, hoi. Antwoord D. CV van Vulbier worden zat. Antwoord A. Die hebben we al gehad. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, dat moest ik ook zeggen. Antwoord B. BC Wenno. Of antwoord C. CV de kopknoppen. Knopkoppen. Wij gaan door naar vraag 7. Welke wagenbouwende vereniging komt niet uit Dorst? Antwoord A. CV de knopkoppen. Antwoord 2B. Is dat B, C of D? Dat is ook B. Ja, jij zegt 2. CV, de toppers. Antwoord 2C. C of D? CV van Vulbier worden zat. Of antwoord 4D. BC, Wano. Het lijkt heel gewikkeld, dames en heren, op de tv, maar ik hou er maar een geintje mee. Maar Robert heeft hier ook alle antwoorden gewoon van A tot D naast hem liggen. Dus, zeker weten. Ik mag het voor jullie wel heel moeilijk misschien, maar hier valt het best mee. Alleen voor Karen hier valt het heel erg tegen. Of ons alleen om 10 jaar. Sorry. Sorry, Therese. Wij gaan naar vraag 8. Van welke vereniging was een onderstaande wagen? Robert ziet hem luid en duidelijk, die auto. Een hele mooie wagen. Ik hoop dat jullie hem thuis hem ook zien. Antwoord A. CV, de Verenigde Nacho's. Antwoord B. CV, de knopkoppen. Antwoord D. Het Zoike Kids. En antwoord C. CV, zeg ik niet. Wij gaan naar vraag 9. Wie bouwde de wagen met het motto? Leut hebben we niet, maar honger. Antwoord A. Ga afzakken. Ja, CV de Pierenwaaiers. Antwoord B. BC de Mallemeulen. Antwoord 4D. C op D. Wat wil je nou? D heb ik het toch over? Ja, je zegt 4D. 4D, hè? Maar je hebt ook maar één blauwtje. Antwoord 4D. CV de Schuimkoper. Of antwoord C12,5. BC de Schuit der Zotten. Wij gaan naar vraag 10.
In welk jaar zijn CV De Schuimkop opgericht? Is dat antwoord D, 1978? Antwoord A, 1977? Antwoord C, 1976? Of antwoord B, 1981? Robert van de vragen mij of zetten van, nou, dat is toch wel heel moeilijk, jongen. Nou, ik denk dat ik de helft niet ken. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan verder, jongen. De laatste vraag. De laatste vraag. Zijn goede vragen. Ja. Vraag 11. Ja. Leontien, ben ik klaar voor? Ja, ik kom eraan. Uit welk dorp of stad komt CV De Jonkies? Is dat antwoord 5,5 kwart D? Uilendonk? A, 7,25. Kattegat? Ja, wat is het nou? A, B of C? A, 7,25. Of B, dat is makkelijker verder. Babianenland of C, Peerrijk. Meneer Grootenboers, ik hoop dat het een beetje meegevallen, jongen, dat ik je hoop, deze vragen nou waarde in kunnen vullen. En nou heb ik uit betrouwbare bronnen gehoord dat jij vorig jaar op een smoel naar een band ook wel heel enthousiast was om een heel mooi liedje te zingen. Ja, maar ik heb gehoord dat jij dat ook verrekte goed kan. Nou, maar dan heb ik een deal met jou. Als wij nou eens samen gaan proberen dat wij de Turria door, die jij vorig jaar op een smoel naar een ballet gedaan voor 1000 man, dat wij die nou, voor 1200 man, die wij nou op de livestream hebben, dames en heren, die hebben we live zitten nou, hè. 1200 man, dat wij die nou eens aan het gehoor gaan brengen voor de Pierre en de rest van Kai en Dongse Volle Street. Als jij begint, jongen, vind ik het allemaal prima. Dames en heren, we hebben een deal. We gaan de Turria door inzetten. Ik ga met de microfoon pakken en ik moet hier blijven zitten. Ik kan niet zeggen. Godzakker. Dames en heren, voor de Pierrewaarders is hier van jullie echt waar vanuit de Mielenzand bij hem thuis naar een ander toe. De Turria door met Robert Grootenboers. De laatste keer. Jij begint, hè? Want telkens dag. Hallo, doe het. Ja. Wat kan deze? Zijn liefste señorita, viva amor. Oh, señorita. Kom Jantje. Jan, ga je zo meezingen, jongen? Oh. En het crescendo, want door de zon verblind, hoor ik toch de wind. Señorita. Het momento en finalizado. Het is dan wel goed voorbij en word je van mij. Jantje. De señorita smeekt de zando. Oh, madre mio, spaar mijn toriador. Manda reina. Ja, de Pierrewaaiers. Dit is het momento en finalizado. Hoppakee. Is dan wel goed voorbij en word je van mij. Jantje! Ja, ik ben er. Jongen, ik dans maar heel kwijt, jongen. Hoppakee. Ik doe de gitaar, Deze is voor jou, hè? De spanning steekt daar op de tribunos. El Toreador zijn kracht bewaar. Maar net op tijd. Net op tijd, ja. Schreeuwde Maria. El Toreador. Die werd de Spaan. Señorita, dit is het momento en het crescendo.
Oh, het is niet meer man. Want door de zon verblind, hoor ik toch me wit. Oh, 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 signorita. Dit is het momento. En finalizado. Het is dan voorgoed voorbij. En word je van mij. Word jij. Oh, vandaag. Bij mij. Dames en heren, Robert Grootemoes van de Pierenwaaiers. Heb jij nog een laatste groet voor Kai en Donkers onder elkaar? Hoe dat ze deze carnaval door kunnen komen? Lieve smulnaar in de kishaats. Nee, dat ga ik niet doen. Maar ik wil iedereen ondanks alles toch een leutige carnaval wensen. Lieve Pierenwaaiers, jullie kijken allemaal. Dikke kus en ik hoop dat we elkaar snel mogen zien, snel mogen speulen en een pilsje bakken. Of twee, of twee, of drie. Bedankt voor de geweldige sfeer vandaag. Robert, mag ik jou hartelijk danken, jongen. En hey, tot snel, jongen. Applausje. Ik moet nog gaan zitten. Applausje weer, Robert Grootemoes. We gaan nog even springen, dames en heren. Ja, hij zal het weten, hoor. Hey, Robert, we gaan nog even springen.